welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond live vanuit De Waag in Amsterdam. Wil je een keertje langskomen? Dat kan. Ja, dat kan. Laat het weten. Hoe noemt jouw dochter het ook weer? Dat kasteel? Ja, dat kasteel. Dus wij zitten in een kasteel in het centrum van Amsterdam waar je van harte welkom bent. Als je een keertje wilt komen kijken. We praten zo direct over Tom kabinet met Mark Jellema. Maar ik ga het nu gewoon, ga ik het echt beter leren. Ik ga niet aan het einde de commerciële mededeling, maar ik ga ze aan het begin doen. Voor mij is dat echt een veel beter moment. Eentje ervan is, kijk je via YouTube, abonneer je op ons YouTube kanaal. De andere is, wil je media of innovatie ondersteunen en wil je iedere dag bijvoorbeeld de handpicked ontvangen. Een speciaal bericht wat we zelf selecteren en van context voorzien. En al die boeken die we hebben uitgegeven, word dan FMT-member. Het kan via fastmovingtargets.nl. Je vindt bovenin de knop member. Goed, dat heb ik gezegd. En ik ga dit er nu in houden steken. Want als dit duizend true fans, dat is eigenlijk mijn enige doel in mijn leven. Ik ben er nog lang niet, maar ik stop niet voordat ik daar ben. Mark Jellema, je bent van Tom Kabinet of zeg je het zelf anders? Nee, Tom Kabinet. Ja, okay. Zo spreek je het uit. En wat doe je? Wat ik doe? Sinds vorig jaar mei ben ik bij Tom Kabinet betrokken geraakt. Het is een initiatief van Judith Marien. Die ooit een e-reader van haar man kreeg en toen dacht, waarom zijn die e-books eigenlijk zo duur? Nou, laat ik eens kijken hoe dat komt. En zo is het idee begonnen om met Tom Kabinet de wereld te gaan veranderen. Want van de wat doen jullie dan met de e-books? Wat wij doen is, we geven mensen de mogelijkheid om als je een boek e-book hebt gelezen, om die vervolgens, als je die legaal hebt gekocht, dat wil ik even heel duidelijk bijzeggen, om dat via onze site door te kunnen verkopen. Oké, okay. En zijn er veel mensen die e-books legaal kopen? Er zijn. Ja, ik had toch zo. Waarom zou je ze legaal kopen als je zo eenvoudig een filetje met 6 tot 8000 boeken kan downloaden? Omdat er gelukkig heel veel mensen zijn die zeggen: ik vind lezen leuk. En als ik een schrijver bedonder door op Pirate Bay een boek te downloaden, dan houdt op een gegeven moment die schrijver op met schrijven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, maar ik vraag het om even de context om jullie initiatief te schetsen. Want er zijn natuurlijk ongelooflijk veel illegale e-books in omloop. Die waren er al, ja. Dat kost geen enkele moeite om ze te vinden. En jullie zijn de laatste weken erg in het nieuws geweest, omdat je voor de rechter hebt moeten verschijnen. Ja. Omdat eigenlijk er gevraagd werd dat jullie site dicht moest, omdat je illegale e-books zou verhandelen. Ja, de nuance, als ik die mag toelichten, graag. Want als je het vonnis leest, dan is het altijd artikel 1 is over wie gaat het. Artikel 2 is wat was dan de grieven of zoiets. En dan krijg je bij 3, krijg je 3-1 tot en met 3-8. En 3-1 tot en met 3-6 staan eigenlijk ten faveure van Tom Kabinet. Daar zeggen ze wat je doet is mag. De grieven die de uitgevers hebben aangegeven, die leggen we naast ons neer. En alleen in 3.7 zegt het Hof op een gegeven moment, maar wat niet mag, is de mogelijkheid geven aan mensen om illegale content te verhandelen. En dat vinden we eigenlijk ook. Maar wat is nou het moeilijke? Dat technisch gezien laat een illegaal gedownload boek geen vlekje op zich achter. Ik kan niet zien, als jij het boek legaal hebt gekocht, dat het via Pirate Bay een omweg heeft gevonden naar mij toe. Maar hoe kun jij, dan kun jij toch ook nooit onderscheid maken tussen legale en illegale boeken? Gelukkig wel. Hoe dan? Omdat wij, en dat is een aanstaande donderdag of vrijdag, gaan we onze site weer, en laten we zeggen, niet heropenen, want hij is nog steeds open, maar geven we iets nieuws. En daar geven we de mogelijkheid om daadwerkelijk alleen maar legale boeken te kunnen verhandelen via ons platform. Maar hoe doe je dat? Hoe kan ik laten zien aan jou dat mijn boek legaal is? Nou, denk er maar zelf over na. Wat zouden de mogelijkheden worden? Ja, ik wil van jou vragen. Ik neem aan dat jij de oplossing al hebt. Want ik zie hem namelijk niet. Want het voordeel van digitale dingen is dat je dat de kopie niet te onderscheiden is van het origineel. Ja. Dus ja, wat is het origineel nog? Daar zit geen watermarking op, bij mijn weten. Er zit op alle boeken wel een watermerk. Alleen maar op 3% zit er niet. Maar het moeilijke van zo'n watermerk is dat je kan wel zien of het een legaal watermerk is. Dan moet je ook weer langs allerlei loketten, want eigenlijk zegt het CB, dat mag alleen de uitgever en de auteur mag toetsen of het een legaal watermerk is. En niet jullie. Nou, daar hebben we een oplossing voor gevonden door direct met de watermerkleverancier in zee te gaan. Maar dat watermerk zegt nog niet van wie dat boek is. Het zegt alleen maar. Maar hoe ga je dat oplossen? Geef even antwoord. Nou, dat is niet langer in spanning te houden. Nou ja, het is toch leuk om een beetje in spanning te houden. Ja, okay. Nee, maar er is een technische manier en die gaan we echt vrijdag en ook grote personen helpen. Leg even uit als je wil. Nou, laat me vrijdag, ik stuur je het berichtje als ik... Hij is een week te vroeg. Is dat leuk? Nee, je moet een beetje spannend houden. Nee, maar ga je tegen mensen zeggen dat je de aankoopnota moet hebben? Is het een technische oplossing? Wat ga je doen?
We gaan vrijdag dat groot melden bij Van Alles en Nog Wat. Ook een mooi persbericht waarbij je ziet hoe dat werkt. En kijk, de site is nu ook nog steeds open. Hè? Je kan nu nog steeds boeken bij ons kopen. Goed, als wij moeten meedenken, Stekel. Zie jij hem? Nou ja, zonder aankoopnota kan je volgens mij niet bewijzen dat iets voor jou is. In de digitale wereld. Dus, nou goed, we gaan het vrijdag. We gaan het, je gaat meemaken. We gaan het vrijdag zien. Nee, maar goed, laten we even teruggaan naar het principe van digitale producten. Ja. Die volgens mij, wat jij net zegt, een kopie van een digitaal product is niet te onderscheiden van het origineel. Slaat toch eigenlijk helemaal nergens op om daar om dat tweedehands in te gaan handelen. Want dan kom je in situaties dat jij mensen die iets aanbieden vriendelijk moet gaan vragen of ze, als hun e-book tweedehands is verkocht, of ze alsjeblieft het origineel van hun harde schijf willen verwijderen. Je komt toch in dat soort idiote constructies terecht. Nou, ik zou het niet idiote constructie willen noemen. Als we even kijken naar waarom zijn we überhaupt mee begonnen. Als je voor een e-book een vergelijkbare prijs betaalt dan voor een geprint boek. Ja. Dat voelt raar. Belachelijk. He, dan zeg je, dat is zelfs meer, hè? Het is wel, kan het ook is niet, het ja? is ook voor, en dan krijg je verhalen over, er zit in plaats van 21% btw op een e-book, zit er 6% op een printed boek. En er zijn allerlei mogelijkheden om voor een uitgever te zeggen, waarom is die prijs zo anders of verschillend? Maar de consument ervaart een e-book met een vergelijkbare prijs van een gedrukt boek als gek, als raar. Als je dan gaat kijken van, maar wat zou dan een redelijke prijs zijn? Er is een mevrouw die heeft op een universiteit in Vlaanderen gezegd, voor een mooi e-book zou men, verwacht men, 7 tot maximaal 9 euro. Maar eigenlijk 7 euro willen betalen. En met een mooi e-book bedoel ik mooie illustraties en misschien zelfs wel extra technische dingen dat je kan doorlinken, zoiets. En voor een simpel e-book is de verwachte prijs van de consument 5 euro. Nou, als je dan vervolgens kijkt dat heel veel mainstream hoofdboeken bij Bol gewoon nog steeds 10 euro of meer zijn, maar vervolgens zou je die kunnen kopen en daarna kunnen doorverkopen voor, laten we zeggen, de helft van de prijs, dan krijg je per lezer een netto leeskosten die tegen die ideale prijs aan gaan zitten. Nou, tot zover snap ik het allemaal, maar mijn punt was dat het niet kan. Waarom kan het niet? Omdat je iets wat je eindeloos kunt kopiëren, waarbij het origineel niet te onderscheiden is van de kopie, volgens mij niet op die manier tweedehands, namelijk eenmalig, kunt doorverkopen. Want het origineel blijft bestaan. Nou, en als je dan gaat kijken van waar gaat het om? Hè, waarom zouden we niet eindeloos veel kopieën? Hè? De uitgevers zeggen wel eens, in een wereld waarbij dat allemaal mag, wie is dan de sukkel die nog het eerste boek koopt? Nou, ik vind dat een behoorlijke uitspraak richting je potentiële klanten. Die noem ik nooit sukkels, zij wel. Waar het om gaat is, mensen die willen graag snel, Saskia Noord geeft een nieuw boek uit, dan zijn er duizenden mensen die dat graag op dat moment daar ter plekke snel willen kunnen lezen. Ja. Die kopen allemaal dat boek. Er zijn ook mensen die zeggen, joh, ik hoef niet meteen vandaag, ik wacht wel totdat jij het uit hebt. En dan hebben we samen, en delen we de prijs. Koopt één iemand het, die kopieert dat 27.000 keer. Er zijn 27.000 platformen zoals dat van jou. Ja. En je kunt er het is grappig. Behalve als je het met elkaar afspreekt, want dat is goed om het technisch even te melden. Je kan wel degelijk kopieën van elkaar onderscheiden. Het gaat erom hoe je technisch een kopie aan een persoon kan linken. Maar je kan wel degelijk zien of een kopie meerdere keren is gekopieerd. Bij ons op de site ook. Heb je een boek eenmaal verkocht, kan je het niet nog een keer verkopen. Nee, maar jij kan niet controleren of ik het origineel heb gehouden. Maar uiteindelijk, waar gaat het om? Dat een auteur geld krijgt voor als iemand het boek gebruikt. Hoe vaak lees je een goed boek? Ik snap het nu wat je zegt. Ja, maar ga je ook voor het kopie weer geld afdragen aan de auteur dan? Dat is wat wij ook op Demo Day van Startup Bootcamp, waar we de laatste 3 maanden heel erg hard hebben gewerkt, hebben gezegd. Voor ieder boek wat door mijn platform heen gaat, draag ik 50 cent aan de auteur af. Want het gaat mij erom dat die auteur vergoeding krijgt voor als ik het materiaal wat hij heeft gemaakt, als ik dat gebruik. Dus dan is die vraag uit dus helemaal niet interessant meer. Want waarom ze? Dus zeg je of ik nou wel of niet het originele, dat is eigenlijk wat jij zegt. Uiteindelijk denk ik dat het op een gegeven moment niet meer relevant is. Nou, je gaat gewoon nieuwe auto's verkopen in een winkel naast de dealer voor de helft van de prijs. Dat is wat je doet. Je zegt als je een auto maar één keer gebruikt, dan zegt iemand, nou weet je wat, ik heb geen zin om te wachten, ja, ik koop de dure. Je leest een boek per definitie, de meeste mensen, één keer. Maar één keer. En dat is dus eigenlijk raar dat je 10 euro betaalt voor iets wat je maar één keer leest. Terwijl als je het vervolgens kan doorverkopen
voor, laten we zeggen, €5. Dan zeg je, nou, dan zijn we maar vind je het zelf ook niet een raar concept? Want als je dit natuurlijk door gaat trekken... Ja, heb je nog een raar concept, man? Nee, maar... Maar waarom is het raar? Ik vind dat echt... omdat in de digitaal... Digitaal bestaat dit hele concept, hoe jij het schetst, niet. En daarom het enige wat werkt, is zoals met video-oplossing dat je het streaming doet. Mm-hmm. Want je bezit fysiek niet een film of een tv-serie. Die stream je. En of je koopt iets in licentie. Of je verkoopt het gebruik, zoals bij Spotify. Ja. Als je al iets kan downloaden, omdat je offline wil, dan wordt het na een maand onbruikbaar. Ja. Je kunt e-boeken lenen bij de bibliotheek. Die vernietigen zichzelf na 3 weken. Dat zijn systemen die werken met digitaal. Ja. Wat jij wil, dat slaat met alle respect helemaal nergens op. En toch hebben we echt ontzettend veel enthousiaste mensen. Ben ik blij dat je er bent. Het is een prachtig platform voor het verhandelen van dingen die niet van jou zijn. Nee, dat is niet waar. Als je nou zegt, wat is er onzin en wat slaat nergens op, dat is die uitspraak die je daar doet. Want dat is echt... Maar leg me dan uit hoe jij kunt controleren of ik de rechtmatige eigenaar van dat boek ben wat ik bij jou aanbied. En dat wil je me niet uitleggen. Zolang je mij... Leuk. Nee, je moet het me uitleggen. Nee, dat hoeft helemaal. Anders kunnen we hier toch geen discussie over voeren? Jazeker wel, want het gaat namelijk over het principe. Kan je iets wat je digitaal koopt, want de andere modellen die je noemt is of huur of leen. En bijvoorbeeld bij de bibliotheek, die hebben eenzelfde soort schema als films. Die komen eerst in bioscoop, dan op dvd, dan in de videotheek. De boeken bij de bibliotheek, als je zoekt op Saskia Noorten, vind je daar van haar 1 boek in plaats van de 10 die ze inmiddels heeft geschreven. Mm-hmm. Want de nieuwste boeken van Saskia Noorten liggen niet bij de bibliotheek, dat hebben we met elkaar afgesproken. Ja. En toch willen mensen dat graag op een all-you-can-read model kunnen lezen. Dat is ook wat wij deze zomer gaan introduceren. Dat je gewoon voor een maandbedrag, conform de techniek... De Spotify van de boeken. Noem het de Spotify voor e-book. Je moet wel, kijk, het streamen van een boek... het streamen van een boek is lang niet altijd toepasselijk. Want ik wil dat ook wel lezen als ik offline ben. Dus ik heb toch op een of andere manier iets nodig waardoor ik... Nee, Spotify kan dat ook. Spotify opgelost. Ja. Dat is allemaal prima gedaan. Ja. Dat doen jullie allemaal niet. Dat doen we van de zomer jullie, wel. Ja. Omdat je realiseert dat het model wat je nu hebt niet houdbaar is. Nee, omdat ik me heel goed realiseer dat mensen graag voor een abonnementstarief alle nieuwe boeken snel willen lezen. Wat is nou het verschil tussen de muziekindustrie en de boekenindustrie? Bij de muziekindustrie heb je 4 grote labels. Heb je die mee, dan kan je bijna wereldwijd gewoon zeggen, we introduceren dit model. Bij uitgevers is dat een heel stuk moeilijker. Ja. Dus op het moment dat ik snel, want de uitgevers zijn er zelf natuurlijk ook al een paar jaar mee bezig. En we hebben 1, VBK, die heeft Alice Joyce geïntroduceerd. Maar dan mag je 10 boekjes lezen, alleen maar uit hun stal. 5 nieuwe en 5 onbekende auteurs. En dat gaat niet hard, omdat mensen zeggen, ik wil niet dat jij mij cureert wat ik wel of niet mag lezen. Hey, maar goed, hoe gaan jullie dat stukje dan oplossen? Want dat probleem heb jij ook, want jij moet ook langs al die uitgevers. En dat is het voordeel van als mensen zeggen, ik koop een boek, dan ben je dus als consument eigenaar. En als je dat vervolgens op een bepaalde manier bij ons op de site niet zozeer ter beschikking stelt, als wel zegt, dat kunnen we met elkaar delen. He, dan hoef je niet langs de auteurs om daar akkoord voor te krijgen. Dan is degene die dat boek tijdelijk daar te koop zet, is degene die zegt, dat mag voor mij. Dus een soort de coöperatie van de lezers. Bij wijze van spreken. Nou, de vraag is, fundamentele vraag daaronder, maar eigenlijk geef je zelf al aan, doordat je nu aankondigt dat je naar dat streamingmodel toe gaat. Ja, dat hebben we januari. Geef je zelf al aan dat de eigendom van dit soort eenvoudig te kopiëren digitale producten een hele ingewikkelde zaak is. Of vind jij ook gewoon dat ik om 7:15, een kwartiertje nadat ik ben opgestaan, mijn digitale kopie van de Volkshand mag doorverkopen? Vind jij ook gewoon? Als je het zo mij vraagt, ja. Want als je ook kijkt naar Usoft, daar is natuurlijk veel mee begonnen. Usoft is een arrest. Dat ging een partij die zei, ik wil eigenlijk Oracle licenties doorverkopen. Nou zijn e-books geen licenties, maar uiteindelijk heeft het Europese Hof gezegd, na zoveel rechtsgangen, we bekijken dit en ja, omdat je het daadwerkelijk koopt, en dat is in dit geval ook belangrijk, hè, als je een boek haalt bij Bol, dan koop je het met de thuiskoopvoorwaarden. Ja, precies. Dus je hebt een lacune in de wetgeving ontdekt waar je nu eigenlijk handig gebruik van maakt. Dat is het. We sluiten aan bij Usoft. Wat zegt Usoft? Want dat is één ding, want het blijft altijd ook op die kopieën hangen. Wat Usoft uiteindelijk zegt, is het niet de verantwoordelijkheid van degene die de software verkoopt
om zijn kopie onbruikbaar te maken, dat is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke leverancier. Want die gebruiker, dat kan je niet van hem vragen. Dat moet de oorspronkelijke leverancier moet dat doen. Nog los van de discussie, als je uiteindelijk gaat zeggen, iedere keer dat een boek wordt gebruikt, betaal je gewoon de auteur, dan denk ik dat we over een paar jaar de discussie helemaal niet meer hebben. Want het gaat niet om dat je die kopie nog hebt. Het gaat om dat jij graag wil dat mensen betaald krijgen voor het werk wat zij produceren. Ja, dat is zeker, want als jij die krant van jou aan de buurman wil verkopen, dan is dat... Nee, maar dat is wat ik zeg, fysieke producten. Daarom zijn zelfs digitale bestanden heel lang op cd'tjes gedrukt. Want dan had je iets fysieks en daar ben je eigenaar van. Hè? Dat is een ander verhaal. De papieren krant, dat maakt niet die eindeloze distributie mogelijk. Er zit een fundamenteel verschil. En ik ben het helemaal met je eens dat absoluut de wetgevingen in heel veel opzichten nog niet goed aansluit bij deze digitale werkelijkheid. Want de auteurswet, die is ooit bedacht toen de kerk zei, wat mogen we wel of niet lezen? Toen kregen we boekdrukkunst. O jee, laten we nou proberen het aantal kopieën te beperken. Maar die had natuurlijk nog geen kaas gegeten van het tijdperk waar we nu in zitten. Precies. Hey, vraag je ondertussen van Hugo Hoes. Hij zegt, hoezo ligt de Nieuwe Noord niet bij de bibliotheek? Zit daar ook een tijd tussen verschijnen van een boek van Saskia Noord bijvoorbeeld en het moment dat hij in de bibliotheek komt? Ja. Dus diezelfde manier in het model wat we kennen van films. Ja. Zeg maar, dat geldt ook voor boeken. Er zijn bepaalde stappen Windows noemen ze dat gewoon in de filmwereld. Ja. Schetso is geen kaasvraag. Zijn de abonnementsdiensten voor e-books à la Spotify wellicht het einde voor Tom Kabinet? Maar eigenlijk heb je het zelf net al gezegd. Jullie komen ook met zo'n oplossing. Ja. Maar er zijn andere mensen ook van, maar wat is dan je grootste bedreiging? Er zijn eigenlijk twee dingen. Als die gebeuren, dan is het model van doorverkopen van digitaal aangekochte content is morgen klaar. Allereerst, als nu de uitgevers met z'n allen allemaal besluiten om ieder e-book €5 of minder te laten zijn, allemaal, dan gaat niemand meer voor €5 iets kopen en dat weer doorverkopen. Dan heb ik een groot probleem. Daarnaast, als de regering valt en er komt een andere regering die zegt, we doen €50 bij iedereen op de inkomstenbelasting en daarna is al het leesvoer voor iedereen gratis, houd ik op te bestaan. Alles wat daar niet aan die twee voorwaarden voldoet, geeft een businessmodel voor mij. Geeft ruimte voor mijn markt. Hey, maar als je kijkt, want je zegt deze zomer komen dat, zeg maar, laten we even Spotify voor de e-books noemen. Dat is toch sowieso de richting. Weet je? Ja. Dit is toch sowieso een tussenfase van jullie. Want dat hebben als de muziek dan toch maar even als voorbeeld nemen. Wat je daar ziet is als het als het assortiment maar compleet is, als het gemak groot is en de prijs goed voelt, dan betalen mensen wel. Ja, en mag ik nog even iets anders er dan ingooien? Je hebt zelf ook wel eens een boek geschreven. Ja. Ja, hoe hou je daar gemiddeld dan over aan een boek wat je schrijft? €1 per boek. Ja. Wat is het percentage van de inkomsten van een Spotify? Van een boek van €20? Nee, voor muzikanten. Met welk percentage zijn hun inkomsten omlaag gegaan? Muzikant is een lastig verhaal, want het meeste gaat heel veel. Wat gebeurt er met schrijvers als je voor de prijs van één boek straks een hele maand toegang hebt? Ja. Je kan heel goed geld verdienen met... Denk jij dat dat nog uit kan, boeken schrijven? Ja. En je kan heel goed geld verdienen namelijk met muziek maken. Maar niet als je een slecht contract met een platenmaatschappij afsluit. Want het geld gaat gewoon... Nee, maar bands kunnen nog optreden. Maar wat gaan die schrijvers doen als ze niks meer voor hun boeken krijgen? Maar ik hoop dat we hebben gehoord wat ik zei, dat ze bij mij niet niks voor hun boeken krijgen. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Ik ben niet in de wereld hier om de boekenmarkt op te schudden en te zeggen, ik ga ze even geld uit hun zakken kloppen. Verre van. Ik draag ze een warm hart toe. Ik lees zelf boeken. Alleen het kan niet zo zijn dat als e-books zo duur zijn, dat ik er vervolgens niks mee mag, waardoor mensen gewoon die dingen niet kopen. Daar ben ik mee begonnen. Ja, het is een veronderstelling dat e-books zo duur zijn. Alles heeft zijn prijs. Daar hadden we het net ook over, geloof ik. Ja, maar goed. Nee, maar kijk, het is even anders. Er is namelijk heel goed geld natuurlijk mee te verdienen. Misschien geven we dit soort... Als je de mogelijkheid bijvoorbeeld hebt om als artiest zelf in het Spotify assortiment te komen en je bent populair, er wordt veel naar je geluisterd, kan je daar prima geld mee verdienen. Net zoals er heel veel artiesten zijn die met YouTube gewoon goed geld verdienen. Artiesten die een slecht contract hebben afgesloten in het verleden, en slechte platenmaatschappijen die ze overigens niet een ver deel daarvan geven, die klagen allemaal dat ze niks krijgen per play.
Maar dat begint, als ik heel eerlijk ben, heel erg bij hunzelf. Ze hebben zelf een slecht contract afgesloten. En dat was een briljante brief. Maar de werkelijkheid is wel dat in vergelijking met de tijd daarvoor... Ja. Muziekmakers minder zijn gaan verdienen in het Spotify-model dan toen ze nog cd's verkochten. Dat is geen feit. Er is een hele mooie brief van een van de oprichters van Spotify aan Taylor Swift, die haar muziek terugtrok. En zei, it's all about numbers and it's zero or 2 billion. En hij, weet je, daar beschrijft hij van, hoe zit het nou met de royalties? Want Spotify krijgt het natuurlijk heel vaak toegeworpen. Hè? Jullie helpen de muziekindustrie om zeep. En zei, weet je, hij pakt een voorbeeld van, als ik een muzieknummer draai op de radio en na die radio luisteren 500.000 mensen, wordt er 1 keer royalty afgerekend. Nu zegt men, als er 500.000 keer dat ding op Spotify is afgerekend, waarom krijg ik niet 500.000 keer royalty? Ja, het is net een vorm van radio. Laten we het wel like for like doen. Ik heb recentelijk... Ik raad je aan om de brief te lezen. Ik mocht recentelijk een sessie van op Noorderslag voorzitten bij Bimmer Stemra. En een van de perquisit, dat is een man die muziek maakt, die zei bijvoorbeeld, als je het hebt over Spotify, hij zei, weet je, er is die longtail, die op een gegeven moment weer een beetje gebagatelliseerd is, die werkt juist ontzettend goed. Hij zei, ik verdien nu geld met een plaat die ik 12 jaar geleden heb uitgebracht, wat ik eigenlijk anders nooit meer een stuiver aan had verdiend. Dus we gaan ook iets uitnodigen. Nee, maar ik snap het allemaal wel. Ja. Kijk, het argument wat ik net ook bij jou erin probeer te brengen. Kijk, ik geloof allemaal dat er overal gaten in de markt zitten en dat vanuit het gebruikersperspectief. En ik zou ook heel graag op mijn e-reader voor 10 euro per maand toegang willen hebben tot alle boeken die er ooit geschreven zijn. Ja, tuurlijk willen alle gebruikers dat. Maar laten we ook een beetje kijken, weet je, naar wat de impact is op de productiekant van dit soort dingen. Dat is eigenlijk het enige wat ik erin wil gooien. En dat gaat dan over het Spotify-model, maar misschien moeten we nog eventjes terug naar wat je op dit moment doet. Namelijk het verkopen van die, laat ik zeggen, tweedehands e-books. Ja, ik vind gelezen boeken is misschien een betere, ja. Ja, hoe zorg jij er dan nog voor, dat intrigeert mij, dat de eigenaar die het, zeg maar, gekocht heeft, dat die het niet op zijn computer laat staan nadat hij het bij jou heeft verkocht? Nou, ik zorg daar niet voor, omdat dat, al zou ik dat misschien wel als een soort visie hebben, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid om dat te doen. Ik loop niet weg voor verantwoordelijkheid. Oh, je bent zeg maar het platform, wat Uber ook zegt, en Airbnb. Nee. Je bent niet verantwoordelijk voor de gevolgen. Nee, pas op. Wij hebben aan mensen, we vragen altijd aan mensen, ik wil dat je dat verklaart. Dan zeggen heel veel mensen, oh, dat kunnen ze verklaren, niemand doet dat. Moet je check, ik accepteer de voorwaarden en zal netjes mijn origineel verwijderen. Nee, ik heb het verwijderd. Ja? Dus we vragen dat aan mensen. En als je vervolgens, we hebben die mensen bij ons langs gehad, en niet alle duizenden die bij ons zijn aangesloten, maar gewoon een mooie subset van die mensen. En dan kijk je en dan zeg je, dit zijn mensen die dat ook daadwerkelijk doen. Sterker nog, we hebben mensen die zeggen, die bellen de Bol helpdesk. Beste Bol, ik heb mijn kopieën gewisseld, maar in mijn account zie ik nog steeds een downloadlink. Blijf synchroniseren. Ik wil dat niet. Dat kan niet. Nee, maar weet je, snap je? Ja, die blijft synchroniseren. Snap je? Je hebt hem ooit gekocht. Nee, maar hij synchroniseert. Maar die link blijft er 2 jaar lang staan. En die mensen zeggen, ik wil die link daar weg. Ja. Dus dat die verklaring is niet zinloos. Echt waar. Die mensen zijn echt... Nee, dat geloof ik zo. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo. Als we bijvoorbeeld eventjes naar film kijken. Mijn ding blijft, ik wil heel graag betalen. Weet je wel. Maar net zoals als ik zou kunnen betalen voor Popcorn Time, zou ik het heel graag doen. Nu kan het helaas niet, maar ik gebruik toch Popcorn Time. Omdat daar nou eenmaal een aanbod in zit wat ik niet via Netflix kan krijgen. Aflevering 2 van Better Call Saul. Is die er al? Die is er. Uiteindelijk is dat toch het hele ding. Je kan het met een grote eenvoud. Dat was namelijk, ik zou eigenlijk willen zeggen dat bij boeken is het veel nog meer dan bij muziek. Is het eigenlijk een hele andere doelgroep geweest die heel vroeg de digitalisering omarmen heeft. Allemaal mensen die normaal... lezende vrouwen, zeg maar, die ineens 7000 boeken op hun e-reader hadden staan. Omdat je die nu eenmaal eenvoudig kan downloaden, want die files zijn heel erg klein. Ik ben er zelf van overtuigd dat als je diezelfde diensten op een goede manier... nogmaals, compleet, handig en de juiste prijs, dan willen de meeste mensen betalen. Dat laat volgens mij de muziek zien. Als mensen dat niet gaan aanbieden, gaan blijven we zoeken naar andere opties. Zoals Popcorn Time. Is gewoon betere service. Ik lees gewoon e-boeken bij de bibliotheek.
En gelijk heb je. En ik denk dat er voor iedereen, er is meer dan genoeg ruimte in de markt van e-book om verschillende modellen goed te laten. Maar ga jij nou snel die boeken streamen? Dat vind ik een interessant concept, het streamen van boeken. Want dan, volgens mij ga je dan, als je een bladzij uit hebt, laat hij de volgende pas. Dus, nou, dat zou kunnen. Weet je, dan ga je ze in chunks, denk ik, aanbieden. Hè? Ja. Dus niet meer in, als geheel, maar in brokjes. Ja. Maar volgens mij moet je dat gewoon gaan doen. Dat, dan heb je tenminste een verhaal. Want ik vind dit... ja, ik vind het toch heel ingewikkeld. Ik hoor het je zeggen. Ik pak even een vraag. Vrijdag weet je meer. Ik zal het pakken. Ja, zou ik zeggen. Ja, maar zolang jij mij niet vertelt hoe je het op gaat lossen... kan ik er toch niks bij. Schizo is geen kaas, zegt... kan je iets vertellen over getallen in de relatie tot aangeboden en verkochte boeken? Ja, terug naar de feiten, dat is misschien wel goed. Ja, zo, wat, sinds de start, wat zie je daar? Weet je wel, is het een plek waar... alle mensen boeken aanbieden en niemand ze koopt of andersom. Hoe ziet dat eruit bij jullie? Nou, tot en met januari hebben wij, even afgeronde getallen, zo'n 35.000 e-books aangeboden gekregen. En daarvan zijn er ongeveer 10.000 verkocht. En de meeste boeken die staan daar, sommige staan er heel lang. Maar ik heb ook zelf een aantal boeken en die worden echt binnen 1 of 2 dagen gemiddeld. En sommige echt binnen een paar minuten. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Hey, Bas van Mond die zegt, nobel streven wat je doet, maar het blijft voer voor juristen. Zit je daarop te wachten eigenlijk? Nou ja, we hebben vanaf dag 1 gezegd, we kunnen ook gewoon met elkaar om tafel en gaan kijken hoe we dat samen doen. Nou, daar vond ik geen vriendelijk gehoor aan de andere kant van de tafel. Ik zou het mooi vinden als we op een gegeven moment zeggen, weet je wat, we gaan zorgen dat bij het Europese Hof, dat daar een keer een Europese rechter zegt, is Usoft inderdaad ook op e-books van toepassing? Want het Hof in Amsterdam heeft nu gezegd, dat verwachten wij wel. Maar het zou mooi zijn als het niet de verwachting is, maar gewoon een uitspraak. Ja. En dat we dan kunnen zeggen, dan is het klip en klaar en dan kunnen we gewoon in Europa het businessmodel rondom e-books stukken beter maken. Ja, dan heb ik nog één vraag. Je zit in de Startup Bootcamp. Daar zijn we net klaar mee. Ja. Ben je klaar. Heeft dat je echt geholpen in het lanceren van dit platform? Nou, het platform was natuurlijk al live voordat ik daar naartoe ging. Startup Bootcamp heeft me ontegenzeggelijk heel erg geholpen. Al was het alleen maar, het is een startup accelerator. En het eerste wat werd versneld, dat ben ik zelf. Want vroeger dacht ik ga een mailtje heel goed doorlezen voordat ik hem verstuur. En nu is het zoiets van, ja, daar hebben we gewoon geen tijd meer voor. Ja, bam. Bam, bam, bam. Dus, maar het is een programma waarbij je toegang krijgt tot een netwerk van mensen. Ja, dat zegt iedereen. Dus die mij dat heel is eigenlijk dat is de belangrijkste asset, hè? Dat, toegang tot investeerders. Ja. Absoluut ook tools die je aangereikt krijgt. Mede startups, die je natuurlijk ook wel inspireren om dingen op een andere manier te doen. Dus ik vond het een hele interessante 3 maanden. En krijg jij van hun uit ook die support van, joh... laat die juristen lekker doorgaan. Weet je, dit schudt de boel goed op en dat vinden we mooi. Nee, dat zijn eigenlijk 3 vragen in 1. Kijk, ze zeggen... Ruud Hendrik zit bij Startup Bootcamp. Die vindt het wel mooi als een markt een beetje wordt opgeschud. Dat gepaard gaat met af en toe juridische strijd... ja, helaas, daar ontkom je niet aan. Dus zorg wel dat je de juiste en misschien wel de beste juridische ondersteuning krijgt die je kan vinden. Hey, maar toen jij hierin stapte, want je zei, je bent niet zeg maar degene die met initiatief gekomen is, maar je bent erin gestapt. Ja. Dacht jij toen in Tom Kabinet op deze manier niet zeg maar de tweedehands e-boeken zit de business? Of was toen eigenlijk al het model, want dit is een tussenstap tot de Spotify van het verhaal? Dat kwam heel snel, die andere, de Spotify van e-books. Omdat je gewoon met elkaar gaat zitten, zoals je dat in Startup doet. Van, joh, wat voor maatschappelijke bewegingen zie je nou? Je gaat natuurlijk van bezit naar gebruik. En met boeken, dat is er eigenlijk nog niet. En hoe zit het dan? Dus dat kwam heel snel. Ja. Zeker. En je zei eerder al, de muziekwereld is het relatief eenvoudig. Is overigens niet zo, hoor, dat als je met mensen van Spotify spreekt, die zeggen, als je een dienst zoals Spotify wil starten, dan ben je 2 jaar kwijt. Om alle internationaal, om alle rechten geregeld te hebben. Dus je kan het eigenlijk alleen maar doen als je een goed gevulde buidel hebt, waarmee je advocaten, et cetera, kan huren. Dus ook daar is al een behoorlijk ingewikkelde Ik wil er wat tegen doen. Ik heb met een van de mensen gesproken. En toen vroeg ik, heb je ook deze legal battles gehad? En die zei letterlijk, de legal battles was on the term sheets van het aandelen. En niet zozeer over mag het wel of mag het niet. Nee, dat klopt. Maar als ik aan hun vraag, dan zeg je hebt 2 jaar nodig om alle toestemming, of het nu is de legal battles of de toestemming te regelen. Ja.
Je hebt 2 jaar nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dus je kan het eigenlijk alleen maar doen als je een goede backing, et cetera, hebt. Jij zegt, hè, dat is, we hebben hier niet 4 partijen, maar we hebben veel meer partijen met wie we zaken moeten regelen. Dus als ik aan de Spotify van de boeken denk, denk ik aan die plek waar het meeste van wat ik wil lezen, van ja, wil luisteren, wel is. Niet helemaal alles, maar ja, goed, weet je, maar bijna alles. Een hele grote succes. Ben jij straks dan die Spotify van de boeken, of ben je inderdaad een plek, net zoals Netflix en HBO, et cetera, allemaal diensten die wel een klein beetje van het geheel hebben, maar als ik alles wil hebben, dan moet ik toch naar Popcorn Time. Ik ben die laatste. Ik ben niet Popcorn Time. Ik ben zometeen, ja, althans, ik ben de laatste. Ik ben zometeen de plek waar je ieder boek per land kan lezen op basis van ons abonnementsmodel. Per land? Dus als ik Engelstalige boeken wil lezen, is dat dan, betekent dat ook per land? Of bedoel je dat bedoel ik per land, want per land zijn nu, omdat we natuurlijk in de Europese Unie nog niet een geharmoniseerde auteurswet hebben, kan het zijn dat wat we nu in Nederland wel kunnen doen, dat we dat ook in België kunnen doen, maar nog niet in Engeland. Ja, omdat daar het anders in elkaar steekt. Hey, en indicatief, Spotify is een tientje per maand, €25 voor de hele familie. Dus als ik deze zomer op vakantie ga met een familie van 4 personen, moet ik op vergelijkbare bedragen rekenen? Zeker. Ja, steken, dan slaan we die fase er gewoon even over van die dingen, die tweedehandsboeken. Ja, dat zei ik ook al. Ja. Ja, dus vrijdag, weet je wel, trek dat bericht maar in wat mij betreft. Pak gewoon dat nieuwsbericht voor deze zomer. Ja, dat was er al, de 23, maar goed, dat hebben jullie dan. Nou, we gaan vrijdag wel even kijken. Ik vind het hartstikke spannend. Goed zo, ja. Leuk. Dankjewel. Oké, superman, hartstikke bedankt. Ja. Jullie bedankt, iedere dinsdagavond zijn we hier. En ik zei het eerder al, als je via YouTube kijkt, abonneer je op ons kanaal. En sowieso wordt FMT member, vind je op de site van Fast Moving Targets. En we danken, want die moet ik dan ook nog. Ja, steeds meer. De verhalen worden wel steeds langer. Het wordt steeds commercieel. Ja, oh man. Uiteindelijk komt het goed met me. We bedanken Streamzilla die het mogelijk maakte dat deze livestream tot je kwam. Streamzilla uit Groningen, al meer dan 20 jaar specialist op het gebied van streaming media. Goed, tot volgende week. Dank Dag. Wel.